uiterst geconcentreerd schildert de majesteit de muur roze. En het lijkt erop dat de aanwezigheid van de cameraploegen haar stoort in het precisiewerkje. Ja. Niemand was op de hoogte van het bezoek van de koningin. De vrijwilligers niet en zelfs de directie van het kunsteducatiecentrum Grote Broer niet. De directeur was op een première in het centrum van Nijmegen. Toen kreeg ik een telefoontje dat ik met spoed terug moest komen. Dus ik was geschrokken, ik dacht dat er iets ernstigs aan de hand was. Maar dat er bijzonder bezoek zou komen. En hier kreeg ik het te horen, een uurtje van tevoren. En dan is er geen tijd meer voor een uitgebreide voorbereiding. Geen tijd meer om de wc schoon te maken, om je te scheren of de keuken te poetsen. Niet alleen de medewerkers van Grote Broer waren verrast, ook de medewerkers van de Rabobank die zich alleen hadden voorbereid op een dagje schuren en verven. 3 kwartier gedacht dat het een grap was. En dat er acteurs binnen zouden komen. Maar ja, het was echt. Ik zei net tegen een collega van, god, ik moet mijn oma even bellen, maar dat mag niet. Dus dat is wel echt heel erg gaaf. Want zolang de koningin binnen is, mag niemand weten van haar bezoek. Niet alleen de vorstin liet zich van haar beste kant zien in Nijmegen. Ook prins Bernhard junior, prinses Annette en prins Pieter Christiaan staken hun handen uit de mouwen. Daar staan we niet voor in. Om 2 uur vertrok de koningin met haar gevolg. De andere vrijwilligers moesten daarna nog even flink gas geven. Want de honderden kinderen die iedere week circus en theaterles bij het centrum volgen, willen dat wel graag doen in een centrum dat helemaal opgeknapt is. En het maakt hen niet uit of dat door koninklijke handen gebeurd is of niet.